Welkom bij het filmpje over de bepaling van het pH-optimum van enzymen. In dit filmpje gaan jullie leren hoe enzymen werken, wat het pH-optimum en een temperatuuroptimum is en ook hoe je erachter kunt komen wat van een specifiek enzym het pH-optimum is. Enzymen zijn biologische katalysatoren. Net als gewone katalysatoren zorgen enzymen ervoor dat de activeringsenergie van een reactie verlaagd wordt en dat zo de reactie eigenlijk sneller kan verlopen. Enzymen binden vaak het substraat in een bepaald gebied in het enzym. Een enzym is een groot eiwit en dat grote eiwit heeft een zogenaamde active site. En die active site, dat is waar het substraat bindt en doordat het substraat daar bindt, wordt die activeringsenergie verlaagd en wordt er vervolgens een product gevormd met een snellere of een hogere snelheid dan zonder enzym. Enzymen zijn afhankelijk van de temperatuur. Bij een lage temperatuur zijn er minder bewegende deeltjes. Misschien kennen jullie nog wel het botsende deeltjesmodel. Nou, hoe minder snel deeltjes eigenlijk bewegen, hoe minder botsingen ze hebben en hoe minder snel ze met elkaar reageren. Datzelfde geldt bij enzymgecatalyseerde reacties. Doordat er minder botsingen zijn tussen substraat en enzym, zal er ook minder snel een reactie plaatsvinden. Dus eigenlijk aan het begin bij een lage temperatuur is de reactiesnelheid heel laag en dat gaat langzaamaan omhoog totdat we een temperatuuroptimum bereiken. En dat optimum is eigenlijk de temperatuur waarbij we de hoogste snelheid kunnen bereiken. Daarna, bij een nog hogere temperatuur, zullen eiwitten zich gaan ontvouwen. Doordat de hitte ervoor zorgt dat bepaalde bindingen tussen moleculen in het eiwit verbroken worden, zijn enzymen niet meer goed gevouwen en noemen we ze ook wel gedenatureerd. Gedenatureerde eiwitten kunnen niet meer reacties katalyseren. En dat is dus op het moment dat er helemaal geen reactie meer plaatsvindt, dan zijn alle eiwitten gedenatureerd. En dit gebeurt langzaamaan, hoe hoger de temperatuur wordt, hoe minder goed die eiwitten gevouwen zijn en hoe minder goed ze kunnen katalyseren. Enzymen zijn naast de temperatuur ook afhankelijk van de pH. En het pH-optimum heeft ermee te maken dat er in bepaalde reacties, groepen nodig zijn om de reactie te katalyseren. En ik noemde net die active site. Die active site, daar zitten die groepen in. Dus bijvoorbeeld, dan kan je denken aan zuurgroepen die ervoor nodig zijn om een bepaald molecuul even tijdelijk een zuurgroep te geven om vervolgens verder te reageren tot het product. Die zijn afhankelijk van de pH, want sommige groepen worden geprotoneerd bij een bepaalde pH. En andere groepen die worden weer gedeprotoneerd bij een andere pH. Hè, dus die pH die heeft invloed op de active site, maar eigenlijk ook op de rest van het eiwit. Doordat pH eigenlijk die invloed heeft, kan het ervoor zorgen dat het minder actief wordt bij een bepaalde pH. En dat het dus ook een pH-optimum heeft. Dus bij pH 4 is in dit geval, in het geval van enzym A, om het even zo te zeggen, is het eiwit het meest actief. En dat komt doordat alle groepen juist gedeprotoneerd of juist geprotoneerd zijn. En die groepen die zijn nodig voor die reactie. Daarnaast kan een extreme pH, dus even in dit geval een pH 2 of een pH 6, kan ervoor zorgen dat ook het eiwit zich ontvouwt. Dat heeft ook te maken met die protonering en die deprotonering van bepaalde groepen. Maar de rest van het eiwit is ook gevouwen op basis van die groepen. En als dat verandert, dan zal ook het eiwit uiteindelijk uit elkaar kunnen vallen. Dus een enzym is afhankelijk van de pH, omdat enerzijds het eiwit gedenatureerd kan worden, maar bij extreme pH's, maar anderzijds het enzym een active site nodig heeft die in de juiste toestand zich bevindt. In dit plaatje zie je bijvoorbeeld enzym A, B en C. En je ziet ook dat elk enzym zijn eigen pH-optimum heeft.
Meestal ligt dat rond pH 7, maar elk enzym heeft weer een bepaalde pH waarbij die beter werkt. Zo zijn enzymen in de maag heel actief bij een lage pH. He, dus enzymen die ons helpen met het verteren van voedsel, kunnen bij een lage pH geactiveerd worden en juist ervoor zorgen dat ons eten verteerd wordt. We hebben het enzym eugenoloxidase wat we gaan gebruiken in dit practicum. En eugenoloxidase zet vanylalcohol om in vanillina. En dat doet het met behulp van zuurstof en maakt daarbij waterstofperoxide. Vanillina is een stof die is meetbaar bij 340 nanometer. Dus dat betekent dat we deze reactie kunnen volgen. Nou, dat gaan we ook doen. En dat gaan we doen door eigenlijk de tijd uit te zetten tegen, of de absorbantietoename uit te zetten tegen de tijd. Dus we gaan de absorbantie meten om de 10 seconden, die noteren we. En vervolgens krijgen we daaruit een grafiekje en zien we dat het product toeneemt. Totdat het op een gegeven moment minder gaat toenemen. Eigenlijk een beetje afnemend toenemen noemen we dit. En op dat moment is eigenlijk het substraat op. Dus dan is dit noemen we het substraat, dat is op en het product zal dus ook minder gevormd worden. Als we de enzymactiviteit willen bepalen, dan willen we natuurlijk niet dat we afhankelijk zijn van het substraat. Dus we willen gewoon in het begin de meting doen en over dit gebied willen we dan ook de absorbantietoename per seconde gaan bepalen. Hoe doe je dat? Nou, je maakt een buffer. En die buffer, daarin ga je de metingen verrichten. Dus hoe je dat precies doet, staat allemaal in de handleiding. Maar je doet 2 minuten lang meet je dingen. En vervolgens komen er bepaalde absorbanties uit, zoals ik hier heb weergegeven. Dit is bijvoorbeeld bij een pH van 4 ongeveer. En je meet eigenlijk ten opzichte van de tijd de absorbantie. En vervolgens zie je dat er hier een soort lineaire toename is en daarna zwakt het af. In het begin zie je dat hij ook nog niet helemaal lekker lineair loopt. Dus we meten het gebied over, of we meten de absorbantietoename over het lineaire gebied. En dat is van ongeveer 10 tot 60 seconden. Om die absorbantietoename per seconde te bepalen, moeten we dus dit verschil, hè, dus dit verschil delen door de 60 min 10 seconden delen door die 50 seconden. En dan komen we uit op deze toename per seconde. En die toename per seconde, dat kunnen we ook wel zien als de enzymactiviteit. Om het pH-optimum van eugenoloxidase te bepalen, kun je meerdere metingen doen bij verschillende buffers, bij verschillende pH's. Ik noemde net het voorbeeld van de pH van 4,23, 4,2... daarbij hadden we een absorbantietoename per seconde gemeten van 0,00304. Dat kan je voor elke pH in principe apart doen. En dat kan je vervolgens uitzetten tegen elkaar. Dus dat ziet er dan als volgt uit, waarbij de pH op de x-as staat, de absorbantietoename per seconde op de y-as. En uit dit plaatje kun je bepalen wat het pH-optimum ongeveer is. Het pH-optimum in dit geval is die 7,1. Bij een pH van 7,1 hebben we het meeste activiteit gemeten. Nou moet je er wel goed op letten dat we eigenlijk de andere punten tussen deze en dit punt niet gemeten hebben. Dus misschien ligt het pH-optimum wel hier of ligt hij juist hier. Dat weten we niet exact, maar we weten wel dat voor de metingen die wij gedaan hebben, dat een pH van 7,1 de hoogste enzymactiviteit geeft.